Het ministerie van Ruimtelijke Ordening heeft vanmorgen als onderdeel van geplande informatiesessies met verschillende belanghebbenden gesproken over de conceptwet Ruimtelijke Ordening. Het ministerie heeft vandaag de eerste groep ontvangen en de discussie gevoerd over het tweede concept van de wet van Ruimtelijke Ordening. Minister Mashanu Dasai geeft aan dat de betekenis van de ruimtelijke ordening voor de gemeenschap bedoeld is om op lange termijn te leren plannen en dat er gekeken wordt naar de richting van ons land. Als we praten over ruimtelijke ordening, dan is het niets anders. Ruimtelijke ordening is een proces waarbij men met een groot aantal regels probeert de ruimte, de gebieden, een gebied, planmatig in te richten. Rekening houdende met de ambities van de mens. De behoeftes, de ambities van 50 jaar geleden zijn niet meer hetzelfde. Ze zijn heel veel veranderd. Bijvoorbeeld, nu komen we uit een crisis en het is duidelijk dat er heel veel economische activiteiten plaatsvinden in de verschillende sectoren, zeker oil en gas. Wij van het ministerie van ROM hebben tenminste 10 sectoren in beeld gebracht die significant kunnen ontwikkelen. En als we praten over ruimtelijke ordening is het cross-cutting. Het gaat over alle sectoren heen. Dasai benadrukt dat deze wet ervoor moet zorgen dat er rust en goede ordening komt en dat gekeken kan worden naar een goede toekomst voor Suriname. We hebben gezien dat uw bijdrage heel belangrijk is geweest in de afgelopen maanden. Uw inzet. We hebben steeds geprobeerd alle stakeholders bij elkaar te hebben en alle feedback te krijgen. Omdat het niet iets is van ROM, het is niet iets van de regering, het is iets van het volk van Suriname. En alle stakeholders zijn gehoord. En daarom is het belangrijk om u het finaal concept te presenteren vandaag. Het ministerie ontvangt op donderdag en vrijdag twee andere groepen belanghebbenden voor de volgende informatiesessie. Het ontwikkelen en aanscherpen van leiderschapskwaliteiten voor de politiek is belangrijk bij goed bestuur. De training Integer Leiderschap voor politieke partijen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld van de organisatie Gisranang moet hieraan invulling helpen geven. Op deze training worden 20 personen geschoold in integer leiderschap in de politiek via verschillende vakken die vaardigheden voor leiderschap in de politiek helpen aanscherpen. Deelnemers Ernesto Muller en Imro Aalse stellen dat integriteit geen vaardigheid is die aangeleerd kan worden, maar dat je die als mens van nature moet hebben. Dus we hopen dat we hier natuurlijk ook mensen hebben die integer van in borst alvast hebben en dat ze dit alles mee zullen nemen. Je bent integer of je bent het niet. En ik denk dus dat met de training die je hier krijgt, dat je wat handvaten krijgt om het in aan de bieden te kunnen voeren. Vooral het bestuurlijke, waar ik niet zo bekend mee ben. De deelnemers zijn het met elkaar eens dat het belangrijk is om ook in de politiek samen te werken. Dit kan Suriname alleen maar verder tot ontwikkeling brengen. Politieke kleur speelt hierin geen rol, aangezien het om één volk gaat. Kijk maar naar waar Suriname vandaag de dag staat. Dan moeten we de leiders beoordelen. Toch? De ene heeft het beter gedaan dan de andere, maar ik denk dat driekwart een puinhoper van heeft gemaakt. Ja. Toch? En dat komt gewoon door integere leiderschap. Eerlijk zijn naar het volk. Wat we hebben gezegd, moeten we gaan doen. En ik zei het al een keer in een ander interview. Er is een fenomeen in het land, die is overgewaaid, denk ik. Van podiumtaal. En dat bestaat niet. Het is zeggen wat je gaat doen en doen wat je gaat zeggen. Zo simpel is het. En als je dat niet kan, ga planten. Of iets dergelijks doen. We moeten voor eens en voor altijd gaan leren om samen te werken. Als we daadwerkelijk dit land willen ontwikkelen. Ik kom uit het ondernemersveld. Uh-huh. En als je niet samenwerkt, ga je het niet maken. Je hebt mensen nodig om het samen te kunnen doen. Geweldig. Vanwege de grote belangstelling ligt het in de bedoeling om nog meer van zulke trainingen te organiseren.